Dag jongens en meisjes. Ik ga straks aan jullie verhaal vertellen. Maar ik ga eerst vertellen wie ik ben. Ik ben Lydia Vlas. Ik ben juf Lydia voor groep 1 en groep 2 hier in de kerk. En kinderen, ik mis jullie echt hoor. Het zat zo gezellig hè, bij ons in de groep. Lekker spelen, liedjes zingen, verhaaltje vertellen. En ook een hele hoop lol. En tekeningen maken, werkjes. En praten over de Heer Jezus. Nou weet je, ik ga zo'n boekje voor jullie voorlezen. Het is nu bijna Pasen. Het boekje wat ik voor jullie voorgelezen gaat ook over Pasen. Het heet Het Prachtige Paasfeest. Dus jullie zijn lekker thuis. Ik ga voorlezen. En dan doen we net alsof we gewoon onze zondagsschool hebben. Ja? Hier komt ie. Het is een mooie dag. Jezus en zijn vrienden zijn in Jeruzalem. Daar gaan ze Pesach vieren. De mensen in Jeruzalem zijn blij als ze Jezus zien. Ze zwaaien met takken. Ze roepen, Hosanna, Jezus is koning. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet blij zijn. Ze hebben een hekel aan Jezus. Laat even het plaatje zien. Jezus en zijn vrienden gaan naar een huis. Daar eten ze brood en drinken ze wijn. Zo vieren ze het Pesach. Dan zegt Jezus, ik ben niet lang meer bij jullie. Zijn vrienden begrijpen het niet. Ze kijken elkaar vragend aan. Wat bedoelt Jezus daarmee? Dan gaat één van hen weg. Het is Judas. Na de maaltijd gaan ze naar buiten. Ze gaan naar een park, het Hof van Gethsemane. Hier gaan ze eten. En dit ga ik nu voorlezen. De vrienden van Jezus zijn moe en willen uitrusten. Maar Jezus gaat een stukje verderop zitten. Hij bidt tot zijn vader. Vader, wilt u mij helpen? Hij vraagt dat omdat hij weet dat er iets heel moeilijks gaat gebeuren. Plotseling zijn er overal Romeinse soldaten. Judas is er ook bij. Hij geeft Jezus een kus. Dan grijpen de soldaten Jezus vast. Ze willen hem meenemen. Petrus, een van Jezus' vrienden, pakt een zwaard. Hij slaat ermee het oor van een soldaat af. Het oor valt op de grond en dan doet Jezus een wonder. Hij zet het oor weer aan het hoofd van een soldaat. De soldaten nemen Jezus gevangen. Ze brengen hem naar Pilatus, de baas van de stad Jeruzalem. De vrienden van Jezus vluchten weg, omdat ze bang zijn geworden dat ze ook meegenomen worden. Petrus is stiekem achter Jezus aangegaan. Hij staat buiten te wachten. Jij hoort zeker bij Jezus, zegt de vrouw achter hem. Petrus schrikt. Nee hoor, zegt hij vlug. De man zegt dat ze hem zelf bij hem gezien heeft. Mens, ik ken hem helemaal niet, zegt Petrus. Maar de vrouw blijft zeggen dat hij bij Jezus hoort. Weer zegt Jezus dat hij hem niet kent. En hij rent weg. Hij schaamt zich voor wat hij heeft gezegd. Nu gaan we hier lezen. Gaan we eens even kijken. Oh, spannend verhaal, hè? Pilatus praat met Jezus. Hij snapt niet waarom ze hem gevangen hebben genomen. Deze man heeft niks verkeerds gedaan, zegt hij. Dat is niet waar, roepen ze vijanden. Hij noemt zichzelf de Zoon van God. En dat mag volgens de Joodse wet niet. Dan verdien je de dood. Pilatus besluit om Jezus te laten slaan met een zweep. Maar de mensen vinden dat niet genoeg. Hij moet veel meer straf krijgen en een veel zwaardere straf krijgen. Buiten staan inmiddels een heleboel mensen. Ze hebben gehoord dat Jezus gevangen genomen is. Ze zijn opgestookt door de vijanden van Jezus.
Daarom zijn ze nu opeens boos op hem. We hebben hem niet meer nodig, zeggen ze. Weg met hem! Dood hem! Dood hem! Oh, wat verschrikkelijk, hè, jongens? Oh. Laat het weer een plaatje zien. Ze brengen Jezus naar een heuvel. De heuvel heet Golgotha. Daar wordt Jezus vastgemaakt aan een houten kruis. Ze slaan spijkers door zijn handen en zijn voeten. Jezus heeft heel veel pijn. Hij bidt opnieuw tot zijn Vader. Vader, vergeef deze mensen, want ze weten niet wat ze doen. Dan wordt het plotseling donker. Jezus sterft. Het lichaam van Jezus wordt in een graf gelegd. Het graf is een grote opening in een rots. Ze rollen een enorme steen voor de ingang. Voor de steen staan twee soldaten. Niemand kan het graf in. Het is een trieste dag. De vrienden van Jezus zijn heel erg verdrietig. Hun beste vriend leeft niet meer. Dit wordt het volgende stukje van het verhaal. 3 dagen later gaan er 3 vrouwen naar het graf. Als ze aankomen, zien ze dat de steen is weggerold. De soldaten zijn weg. Wat is er gebeurd? De vrouwen kijken in het graf. Het lichaam van Jezus is er niet meer. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Plotseling staan er 2 mannen bij hen. Het zijn engelen. Jullie hoeven niet bang te zijn, zeggen ze. Jezus is hier niet. Hij is weer levend. De vrouwen renden naar de vrienden van Jezus. Daar vertellen ze wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. De mannen kunnen het niet geloven. Hoe kan dat nou, zeggen ze. Petrus rent gauw naar het graf. Johannes en de anderen gaan achter hem aan. En daar zien ze hoe de steen is weggerold. Ze gaan naar binnen. De vrouwen hebben gelijk. Het graf is leeg. Nou, we gaan kijken hoe het verder afloopt. Petrus en Johannes keren terug naar huis. Ze vertellen aan de anderen wat ze hebben gezien. Dan plotseling staat Jezus in de kamer. Het is een wonder. Jezus is niet dood. Hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Oh, en wat zijn ze blij. Een van de vrienden, Thomas, is er niet bij. Als hij het nieuws hoort, kan hij het niet geloven. Pas als ik hem zelf zie, zegt hij, dan geloof ik het. En dan komt Jezus ook bij hem. Ik ben het, zegt Jezus. Kijk maar. Heer, u bent het echt, zegt Thomas. De vrienden van Jezus zijn aan het vissen. Dan zien ze hem aan de kant staan. Jezus heeft de vis voor hem klaargemaakt. Samen eten ze de vis op. Hou jij van mij? Vraagt Jezus aan Petrus. Petrus moet huilen. Ja, ik hou heel veel van u. Daar ben ik blij om, zegt Jezus. Zorg dan van nu af aan voor mijn vrienden. Jezus en zijn vrienden gaan naar een berg. Vertel aan iedereen dat ik leef, zegt Jezus. Ook al ga ik nu weg. Ik zal altijd bij jullie zijn. Dan komt er een wolk. De wolk neemt Jezus mee naar de Vader in de hemel. Zijn vrienden blijven achter. Dan doen ze wat Jezus heeft gevraagd. Ze vertellen aan alle mensen, Jezus is echt de Zoon van God
en Hij houdt van jou. Wat een prachtig verhaal. Prachtig paasverhaal. En weet echt kinderen, Jezus houdt heel veel van jullie. Jezus houdt heel veel van jou.